Vandaag zijn we bij mijn oude school, de Lucas Schalenkop in Nieuwegein. Wij komen hier om natuurlijk ten eerste de kinderen blij te maken. En ten tweede om ze ook wat lessen te leren in financiële redzaamheid. En voor de rest gaan we ook nog hebben een persconferentie. En gaan we een lesje bewegen doen. Ik was denk ik wel een drukke leerling, niet een van de braafste leerlingen ook denk ik. En ik deed wel gewoon altijd, probeerde gewoon mijn ding te doen. Daar voetbalde altijd zeg maar in de pauzes en dat soort dingen, dus dat kwam gelijk weer naar boven. Er staan twee palen, was dan de goal en de achterste een ruit. En dus is wel regelmatig een bal doorheen gegaan. Dat was de bal pakken en wegrennen. Ja. Herken je jezelf nog? Ja, tuurlijk. Ik weet wel, toen ik mijn kinderen hebben een clubkaart gehad, die zaten ook op de Bunningsite. En op een gegeven moment kwam jij in het veld. Ja, ik wist helemaal niet wat hij was gaan doen natuurlijk. En toen zei de Sean Kleber. Ik denk, oh, die heb ik in de klas gehad. Echt niet. Ik zeg nou echt wel, ik zal het bewijs boven halen. Dus ik zoek in mijn doos. Ja, nou ja, goed. Toen zei ze, ja, hij lijkt er wel een beetje op. Het zou hem kunnen zijn. En nou, het is hem echt. We hebben een appel die kost 60 cent. Ja. Een broodje gezond kost 2,20 euro. En een flesje water 1,50 euro. Maar je hebt maar 4 euro. Dus de vraag is, wat kun je kopen? Een appel en een broodje gezond. Of inderdaad een appel, een broodje gezond en een flesje water. Dus we gaan eens goed naar de vraag kijken. We gaan overleggen met elkaar. En we gaan eens nadenken welk antwoord we gaan geven. Dus hoeveel geld hadden we? 4. Ja, dus precies. Oké. Okay. Dus we redden het inderdaad met een appel en een broodje redden we het. En dan houden we nog eigenlijk een klein beetje centjes over, zie je dat? Ja! Bij een andere club gespeeld voordat jullie bij Utrecht kwamen? Ja, ik ben begonnen bij VVI in IJsselstein. En van VVI ging ik naar Feyenoord. Van Feyenoord ging ik naar Ajax D3. En toen ging ik weer terug naar Feyenoord. En van Feyenoord ging ik naar FC Utrecht. Hoe lang spelen jullie bij FC Utrecht? Ik speel 9 jaar bij FC Utrecht.